Hallo, mijn naam is Marcel de Leeuwen en sinds ongeveer 16 jaar ben ik betrokken bij, vind ik, een van de leukste opleidingen in Nederland en dat is de post-HBO-opleiding e-learning. En de afgelopen 16 jaar is die bij Fontys uitgevoerd en heette die de Fontys post-HBO-opleiding e-learning. En sinds dit jaar wordt die uitgevoerd door Avans en heet het Avans Plus post-bachelor-opleiding e-learning. Inhoud en de dynamiek en de ervaring is vergelijkbaar met wat hij was toen hij bij Fontys werd uitgevoerd. Alleen is er nu nog een extra inhoudelijke avond bijgekomen, een extra gastspreker en hebben we ook nog een extra excursie ingepland naar een e-learning bedrijf. Nou, wat kun je nou allemaal verwachten in die leergang? Het is een traject van bijna een jaar, dus een doorlooptijd van een jaar. En in dat jaar komen er een heleboel verschillende vormen aan bod. Ten eerste hebben we 13 lesavonden. En in die lesavonden krijg je les rondom heel veel verschillende onderwerpen in het hele domein van e-learning. En dat gaat van macroniveau tot en met microniveau, van vormen zoals een avond over didactische werkvormen, maar ook een avond hoe je voor mobiel moet ontwerpen, een avond over performance support, een avond over bijvoorbeeld implementatie, hoe ga je draagvlak creëren en dat soort zaken. Dus het hele brede spectrum van hoe kun je heel klein iets ontwerpen, bijvoorbeeld met multimedia, tot en met hoe krijg ik dat vervolgens in mijn organisatie en hoe selecteer ik een juiste e-learning omgeving. Nou, na de opleiding ben je een hele goede gesprekspartner voor de interne opleidingsafdeling of je interne klanten of externe klanten, maar ook voor leveranciers, waardoor je bijvoorbeeld een veel beter gesprek kunt voeren met uitgevers, met e-learning aanbieders of met makers. De opleiding, behalve de 13 lesavonden, wat ik net al zei, bestaat die uit nog meer onderdelen. En een belangrijk onderdeel zijn excursies. We gaan 2 keer op excursie naar een e-learning bedrijf. Dat is Bright Alley en Good Habits. We gaan ook nog 2 dagen aan de slag met tools. En 1 dag helemaal rondom videofilmen en monteren. En de andere dag gaan we naar andere e-learning tools kijken, zoals een auteursomgeving. Dat is echt hands-on de hele dag proberen en experimenteren. En dan hebben we ook nog 7 webinars. En soms is dat met de gastsprekers, soms is dat met mij. En dat geldt ook voor elke andere avonden. Dus de gastsprekers kom ik dadelijk nog wel op. Buiten de webinars, de hands-on trainingsdagen, de lesavonden en de excursies bestaat de opleiding ook uit 4 grote opdrachten. En die opdrachten die brengen de link aan van je eigen werkpraktijk naar de lesstof of andersom. En dat betekent dat je 4 verschillende opdrachten hebt. De eerste mag je helemaal indelen. En dat kan zijn dat je een rapport gaat schrijven, het kan zijn dat je een implementatie van een leeromgeving gaat uitvoeren. Het kan zijn dat je een hele nieuw didactisch concept bij jouw organisatie of bij jouw klanten gaat maken. Maar het kan ook best zijn dat je een heel curriculum gaat ontwikkelen of dat je een zelfstudiemodule gaat maken. Nou, dat is helemaal aan jou om te kiezen wat daarin gebeurt. Die grote opdracht die ga je op het einde ook presenteren en dat is meteen ook een soort proeven van bekwaamheid. Dus daarin laat je zien dat je alles kunt toepassen en dat je competenties in orde zijn. Buiten de hoofdopdracht heb je nog 3 andere opdrachten. Eentje is het schrijven van een artikel, een andere is een interview afnemen of een aantal interviews op video. En de vierde opdracht is het vullen van een e-learning encyclopedie. Dus je schrijft een lemma, een soort Wikipedia-achtig lemma over e-learning. Nou, dat zijn 4 grote opdrachten, daar ben je best veel tijd mee kwijt tussen alle avonden door. En dat is ook de plek waar er veel waarde ontstaat. Met anderen of alleen ga je met die 4 opdrachten aan de slag. En als je gaat kijken van wat voor soort mensen zitten nou in de opleiding, nou dat verandert wel, want waar 16, 17 jaar geleden mensen binnenkwamen zonder enige voorkennis, zie je nu dat het allemaal learning professionals zijn. Dus iedereen heeft wel iets ervaring met e-learning, al is die wel verschillend. Sommigen hebben e-learning zelf ontwikkeld, anderen die hebben implementaties begeleid of zijn coach geweest op dat gebied. Dus het is heel divers. Dat geldt ook voor de achtergrond van mensen. Er zijn mensen uit het onderwijs, er zijn mensen uit de zorg, best veel mensen uit de zorg zelfs. Non-profit zit erbij, zoals stichtingen, SeniorWeb, dat soort organisaties. Nibud heeft erbij gezeten. Er zijn een heleboel verschillende organisaties, maar ook de overheid.
En de laatste groep van deelnemers, dat zijn de mensen die nu bij een bedrijf werken of als zelfstandige werken, als e-learning professional, en die zich verder willen professionaliseren. En het kan zijn dat je in een grote opleidingsafdeling werkt in een organisatie, of dat je voor klanten iets moet gaan doen. Dus de instroom is heel divers en dat is ook heel prettig, omdat je heel erg veel van elkaar kunt leren. Nou, nog eventjes wat over de gastdocenten. Even kijken. Even speaker hoor, of ik alles nog heb. Gewoon op oud papier. We hebben een heel aantal gastdocenten die elk specialist zijn op hun gebied. En Wilfred Rubens is iemand die een aantal keren een gastles verzorgt. Maar ook mensen als Hans de Zwart. Hans is directeur van Bits of Freedom. Die komt het hebben over learning analytics en privacy binnen e-learning. We hebben Fons van den Berg die iets over mobiel leren komt vertellen. Sherida Laus die vanuit haar zorgachtergrond met e-learning iets komt doen. We hebben Alex van der Linden van KLM die innovator is binnen KLM en die komt vertellen hoe het hele learning ecosysteem eruit kan zien. We hebben Jeroen Kouwels van North of Health die een aantal sessies begeleidt. Nou, dus is er een hele grote groep van gastdocenten die allemaal een spoor al hebben verdiend. En het doet mij daarom ook deugd dat het nu bij Avans verder gaat. Dat we niet zomaar de opleiding uit handen laten glippen. Het is een opleiding die al jaren staat en waar ik met heel veel plezier lesgeef en mensen begeleid. En dat we ook horen dat deelnemers ontzettend veel aan hebben gehad. Dus ik hoop je te treffen, een volgende uitvoering. We starten nu al binnenkort. Dus schrijf je in, ga naar de website en maak het mee. Mooi goed voornemen voor 2018. Dankjewel en tot snel.